Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F1 23 My Team Career Mode. Mijn naam is Jan Schraaf en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 46 hier in Mexico. Heb je die vorige video gemist, zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Helaas vielen we daar uit in de grote prijs van Qatar. Maar goed, ja, het is wat het is, kunnen we helaas niet meer terughalen. Verstappen werd vierde, dus wij pakten helaas geen podium voor het team. Eigenlijk allemaal geen probleem, want ja, we staan gewoon eerst bij de coureurs en de constructeurskampioenschappen. Hebben beide titels al binnengehaald. Dat is goed om te zien. Max moet nog wel even P2 zien te verdedigen van Lando Norris. En Oscar Piastri zit er trouwens ook aan te komen. Dus ja, daar moet hij even alert op zijn. Zijn we aanbeland bij het hoofdkwartier en moeten nu eerst geld gaan sparen om Verstappen te verlengen voor volgend seizoen. Dat is het allerhoogste doel. Daarna kunnen we aan de faciliteiten werken. We gaan dus even de kalender opvullen. Allerlei activiteiten. Waaronder bijvoorbeeld een GeForce training zoals Max wat beter wordt. En de kalender is helemaal opgevuld. Goed om te zien. Door die fout hebben we wel wat research en development punten overgehaald. Dat is wel goed om te zien. Kunnen we kijken of we iets van kunnen gaan updaten. Maar ik ben er bang voor. Helaas niet. Daarvoor moeten wij van de faciliteiten dingen zien te kopen. Dan kunnen die onderdelen weer op de auto worden gezet. De CE hield er helaas mee op. Dus die moeten we dus vervangen. En misschien dat we in de volgende race wel een penalty gaan nemen. Maar goed, dat is allemaal even achteraf kijken wat het risico daarvan is. Ik ga gelijk voor alle onderdelen nog een keer vervangen. Zodat wij met een schone motor gaan beginnen voor de laatste 2 of 3 raceweekenden. Het zijn er 3 dus. Mexico, Brazilië en Abu Dhabi. Nou, helaas geen updates op de auto. Want daarvoor moeten wij dus faciliteiten zien te kopen. En het geld gaat nu even aan de zijkant voor Verstappen. Ja, en dat is het eigenlijk wel. Dan ga ik de tijd gewoon even doorspoelen. En dan is het op naar de kwalificatie. Kijken wat we dus kunnen gaan doen. Daar gaan we dan. Dan zijn we inmiddels aanbeland bij Q1. En kijken of we ook kunnen doorkomen naar het tweede kwalificatiedeel op dit circuit van Mexico. Benieuwd ook waar Verstappen zal gaan eindigen in deze kwalificatie. En de DRS is dus ingeschakeld. De topsnelheid is denk ik hier rond de 3. Is het 50 km per uur? 349 km per uur. Bijna goed. Aanremmen eerste, tweede en derde bocht gaat gelukkig ook hartstikke goed. Dat is goed om te zien natuurlijk. Aanbeland bij het einde van mijn tijd in Q1. De klok tikt gewoon nog door. 14 minuten nog te gaan. En voorlopig naar een tweede tijd. Want zijn ruim 14e langzamer dan Oscar Piastri. Dat is teleurstellend. We zijn inmiddels doorverwezen naar een 6e positie met nog ongeveer 1 minuut en 10 seconden op de klok. Kijken of wij onszelf kunnen verbeteren. Verschoor naar P5. Doet hij goed. Goed gedaan van Richard Verschoor. En aanremmen eerste bocht gaat helemaal niet goed. Veel te wijd. En daardoor pakken wij een track limit waarschuwing om die tweede bocht nog te redden. Pakken wel paars in sector 2. Zijn inmiddels naar een 11e tijd gegaan. En dat maken we goed. Door naar, denk ik, die 5e tijd weer terug te springen. Jazeker, P5 voor ons in Q1. Aanbeland bij Q2 met nog ongeveer 1 minuut en 30 seconden op de klok. Gaan we proberen om met 1 run door te gaan. Dan sparen we een zachte band uit voor in het laatste kwalificatiedeel. En kijken of wij dit keer misschien wel naar de toptijd kunnen gaan. Zo niet, dan vrees ik ook Q3. Kom aan bij het einde van mijn laatste en eerste run in Q2. Nog ongeveer
6 seconden op de klok. Russell naar de snelste tijd. En de vlag hangt uit en wij pakken de snelste tijd af. Goed gedaan, maar helaas in Q3 is daar helaas een fout. Even kijken wat er staat. Elektronisch systeem. 2 minuten dus helaas verloren gegaan aan deze fout. Dus het is nu even afwachten en kijken wat we nog kunnen gaan doen in deze late kwalificatiedeel. Het gaat hier dus voor pole position. Die McLaren's waren wel bloedsnel, dus ik vrees daar wel voor. Benieuwd wat Verstappen ook kan gaan doen. En jazeker, dat probleem is weg. En dat betekent dat wij nog ongeveer 1 minuut en 10 seconden hebben om een rondje te gaan neerzetten. Iedereen is bezig nu, denk ik, met een snelle run. In bocht 1 is het heel erg druk. Dus ik vrees dat niemand daar, die daar rijdt, zich gaat verbeteren. Wij hebben gelukkig vrije baan. Niemand voor ons, niemand achter ons op dit moment. Prima, 3 chicanes met Piastri voorlopig naar pole position. Wij gaan daar een beetje wijd. Dat betekent dat de vlag uithangt. En waar staan we? Precies, jazeker. Toch nog pole position. Prima ronde en zijn maar een tiende sneller dan Piastri. Tsunoda 3, Norris 4 en Max op P5 op ruim 2/10. Maar wij dus naar pole position. Goed gedaan. Prima kwalificatie. Dan is het op naar de race en kijken wat we dus daar kunnen gaan doen. Daar gaan we dan. Welcome to the most populous city in North America. The legendary Jim Clark won the first official F1 race here in 1963. It's Mexico City and it's Grand Prix Sunday. 2,285 meters above sea level, the altitude will test the driver's fitness and their engine's efficiency. 17 corners, 7 to the left, 10 to the right, and make up a 2.6-mile circuit equipped with 2 DRS zones. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. The Professor lines up on pole position, and Oscar Piastri completes the front row. Looking down the rest of the grid, we have Tsunoda, Norris, Verstappen, Sainz, Ocon, Russell, Leclerc, Perez, Gasly, Hauger, Drugovic, Richard Vasseur, Sargeant, Hülkenberg, Joe, Bottas, Magnussen, Stroll, De Vries, and Alex Albon picks up the last spot on the grid. It's almost time for those 5 red lights to go out then. Let's see who can prevail today. With the Grand Prix nearly upon us, Anthony Davidson is by my side once again to offer his perspective. The key now will be to keep in the right mindset. We've seen time and again that things go wrong if you just try and do the minimum. Not necessarily because of the pressure, but because it's different to your usual approach. They'll need to avoid that and stay focused today. Nou, dan zijn we inmiddels aanbeland bij de grid. Kijken wat we dus kunnen gaan doen. Ik ben ook zeer benieuwd wat Verstappen kan gaan doen. Stelde in de kwalificatie een beetje teleur. Volgens mij, als ik het goed uit mijn hoofd zeg, kan er in de race wel regen vallen. Dat gaat dus op het einde gebeuren. Ik denk zo rond rondje nummer 20, als ik het goed zeg. En zeker helemaal op het eind een regenbui. 25 rondes lang zijn er maar te rijden. We gaan gewoon even kijken wat de juiste strategie is. Ik zit te twijfelen om op medium of op hard te starten. Ik denk, doe maar gewoon op hard. We gaan zo lang mogelijk door op die band. Totdat de regen komt. Of er moet iets anders gaan gebeuren in de wedstrijd. Waardoor bijvoorbeeld een safety car komt of een rode vlag. Je weet het maar nooit. Iedereen, denk ik, start op de zachte band. Vanuit de top 5 sowieso, behalve wij dus. Ja, we moeten dus van alles eigenlijk doen om de auto op temperatuur te brengen en te behouden.
gaat gewoon goed komen. Ronde nummer 10 duiken we dus naar binnen voor de medium band. Dat is al vroeg, vind ik. Maar goed, eerst de start zien te kijken wat we dus daar kunnen gaan doen. Jazeker, ik zeg het goed. We komen perfect in onze positie terecht. Nu is het wachten totdat de laatste auto bij zijn positie is aanbeland. En dan gaan we gewoon beginnen voor aflevering nummer 46 van F1 23 My Team Career Mode. Nog 3 rondes te gaan totdat seizoen 3 er ook op zit. De lampen zijn uit en we zijn onderweg en komen prima weg. Piastri en Norris al gelijk zij aan zij. En wij zijn al 2/10 los van hem, maar daar kikt de slipstream gelijk in. Max zit er ook aan te vallen bij die beide McLaren's. Norris naar de buitenkant lukte niet. Het is per ongeluk. Tsunoda. Lando Norris rijdt voor Red Bull. Excuseer. Tsunoda en Piastri waren het dus. Ik heb een hele andere rijders in mijn kop. Goed, de start overleeft. Jazeker, de start overleeft. Goed om te zien, we zitten in ronde nummer 2 als diezelfde Piastri probeert aan te vallen bij ons. Wij blokkeren zijn pad en hij kan er niet langs. Probeert het wel aan de binnenkant en is er voorbij. Maar neemt die bocht niet goed en zo pakken wij de leiding weer terug. Leuk gevecht voor P1. Verstappen volgt op P4. Gat is een seconde. Piastri aan de binnenkant. En is er voorbij, kunnen wij terugkruisen? Nee, maar we kunnen wel die lijn aanhouden. Dat is een touché. Een touché met de Australiër. Norris, ik zeg steeds Norris. Tsunoda naar 2. Norris op P5. Tot nu toe een uitdagende race. En we zitten in ronde nummer 4 als Tsunoda naar ons is toegereden. Met een snelste raceronde heeft hij in handen. En zit in de DRS-zone. Hetzelfde geldt voor Piastri. Tsunoda aan de buitenkant en is er voorbij. Proberen laat te remmen. Jazeker. En duwen de Japaner daar wijd. Piastri profiteert gelijk en is naar P2 gegaan. Max nog steeds op de 4e plek. Norris op P5. Iedereen rijdt nog in de grote prijs van Mexico. En wij laten rood in sector 1 noteren. De bewolking is wel toegenomen in ronde nummer 12. Jazeker, de bewolking neemt toe. De kans op regen neemt denk ik ook toe. De vraag is alleen wanneer valt de regen? Valt hij pas in ronde nummer 20? Valt hij in ronde nummer 18? Of valt hij pas in de laatste ronde van de race? Dat weten we niet. We weten wel dat dat gat naar Tsunoda inmiddels 1,6 seconden is. Rijden weg van de Japaner en hij duikt naar binnen. Hetzelfde geldt voor Lando Norris en Max Verstappen. Volgens mij is Piastri al naar binnen gedoken en Sainz gaat die harde band dumpen voor denk ik de mediums. Jazeker. Zeg ik het goed? Ik dacht even dat Piastri al naar binnen was gedoken. Nee, ik zie hem niet. Ik zie Piastri niet in pit. We zitten in ronde nummer 13 van de race. Als ik besluit naar binnen te duiken, want ik weet niet wanneer die regen komt. We moeten Piastri zien af te stoppen. Dat gat is ongeveer 22 seconden. Wordt alsmaar kleiner en kleiner nu wij in pit lane zitten. 1,2, een goede pitstop. Kom wat sneller. Piastri is nu bij start-finish. En noteert de snelste raceronde. Wij komen dus nu uit pit lane. Gooien gelijk de overtakenknop aan. En daar zit Piastri. Maar wij gaan gelijk zijn pad blokkeren. En hij kan er niet langs. De overcut net gewerkt op de Australiër. In ronde nummer 14 van de race. Gele vlag. In diezelfde ronde. Omdat daar denk ik iemand gaat uitvallen. Het is volgens mij Alonso? Of is dat iemand anders? Weet ik niet zeker. Het is Perez. Perez uitgevallen in de race. Oké, thuisrijder Perez finisht de grote prijs van Mexico niet. Met nog 10 rondes te gaan. Ik denk gewoon een DNF, een uitvalbeurt
een motorisch probleem bij zijn Red Bull. Terwijl Piastri hier misschien gaat aanvallen voor de leiding. Kan er net niet langs. Nog 10 rondes te gaan in de race. Herhaling van Perez. Die reed op P7. In gevecht met George Russell. En die Ferrari's zijn ook in gevecht met Esteban Ocon. Zij aan zij met de Brit hier. Hetzelfde geldt voor Carlos Sainz. Perez is er weer voorbij. Maar daar houdt de Honda motor het voor gezien. Pech voor Perez. En die houdt hier ook gelijk een heel groepje jongens achter zich gelijk op. Pijnlijk, pijnlijk, pijnlijk. Voor de rest rijdt iedereen trouwens gewoon nog. Zitten we in ronde nummer 17 van de race als de regen op het circuit begint te vallen. Vroeger denk ik dat ik had gezegd, want ik dacht ronde nummer 24-25, de laatste ronde pas. Maar in ronde nummer 18 begint het dus te regenen. Maar de baan is nog niet nat genoeg. Ga het team wel klaarmaken om naar de inters te gaan. Iedereen rijdt gelukkig nog in competitie, behalve Sergio Perez. Piastri 2, Norris 4, Tsunoda 3 en Verstappen op P5. De baan is toch niet echt nat voor de intermediate. Gele vlag in sector 1. Er is er iets gebeurd. Gele vlag. En een opstopping daar. Dat betekent de rode vlag is uitgeroepen op het circuit. Rode vlag in de Grote Prijs van Mexico, omdat daar iemand is gespind, denk ik. We hebben gelukkig een herhaling, jazeker. Van Guangyu Zhou. Guangyu Zhou, hier rijdend op P16 spint, is de auto kwijt. En Nico Hulkenberg rijdt er licht tegenop. Dan duurt het hier allemaal te lang voordat hij hem in zijn achteruit krijgt. En daardoor is die rode vlag op het circuit geroepen. Omdat het te lang duurt voordat Guangyu Zhou weer de baan op is gekomen. En dat betekent dat wij hiervan gewoon gebruik van gaan maken door naar de intermediates te duiken. Jazeker, de regen is op het circuit gekomen. Meerdere wolkjes zie ik nu verschijnen met meerdere druppels. Nou, poging nummer 2 dan. Voor de Grote Prijs van Mexico na de herstart. De lampen zijn uit en we zijn onderweg in ronde nummer 20. En komen gewoon goed weg. Tsunoda is ook beter weg. Max naar P3. Voorlopig een podium in handen. Hele goede start van mijn teamgenoot. Heeft hij goed gedaan. Kan misschien ook Tsunoda aanvallen. Nee, maar Tsunoda probeerde het wel bij ons. Lukte daar net niet. Max zakt weer een plekje. P4 voor hem. Ocon op P5. Norris op P3. Zitten we zo meteen in ronde nummer 24 van de race. Want het gat naar Tsunoda inmiddels 16e is geworden. Rijden weg van de Japanner met nog 1 ronde te gaan in de race. We hebben gelukkig veel ERS op onze beschikking en brandstof. Gele vlag, daar is iets gebeurd. Gele vlag. Op het circuit geroepen, weer in sector 1 is het daar misgegaan. Denk ik voor Haas, het is denk ik Nico Hulkenberg. Nee, Kevin Magnussen. Kevin Magnussen uitgevallen in de race. Pijnlijk voor hem. Het is sowieso een pijnlijke dag voor Haas. Want ja, met die crash van Hulkenberg en de DNF van Kevin Magnussen. Zal Gunther Steiner niet echt blij zijn. Druk van Piastri is helemaal weg. Waar rijdt Piastri trouwens? Geen idee. Want alleen Tsunoda voor McLaren is in de top 10 denk ik aanwezig. We maken daar een klein foutje. Had dus nu minder dan een seconde. 17e inmiddels. En daar weer geel. Het is hier weer geel in sector 2. Dat daar denk ik George Russell is gespind. Of Esteban Ocon. Tsunoda kijkt hier naar de buitenkant. Lukt niet. In ronde nummer 24 van de race. Het is Russell die gespind is.
Russell niet in de punten voor Mercedes. Krankzinnige dag hier in Mexico. En een krankzinnige race natuurlijk vanwege die rode vlag. En de gele vlag vanwege Nico Hulkenberg die daar stilstaat. Sorry, Kevin Magnussen die daar stilstaat. Excuses. Kevin Magnussen die daar stilstaat. Herhaling, wat er zo net is gebeurd in ronde nummer 24. Heeft Logan Sargeant voor zich, maar dan verdwijnt in één keer de motor. En het is daar helaas gedaan voor de Deense coureur. Parkeert hem mooi bij een Marshall. En de tweede uitvaller van de race. Dan is er dit gebeurd met George Russell in dezelfde ronde. Reed achter Oscar Piastri. En is hem gewoon kwijt op de curb. Je moet daar heel veel mensen voor laten gaan. Dat betekent ook 0 punten voor de Brit. Enige Mercedes-coureur die in de punt rijdt heet Esteban Ocon. En Russell valt denk ik achter Richard Verschoor terug, jazeker. En rijdt nu weer het circuit op. Rare dag in Mexico. Dat wel. Maar goed, wij hebben de druk overleefd van Tsunoda. De druk trouwens, het is nu inmiddels 1,5 seconden geworden. Max, helaas na P4, pakt geen podium. Bij de McLaren's wel een podium. En wij winnen hier weer een race. Pakken de revanche ten opzichte van Qatar. Goed gedaan. Prima race. Veel chaos. En dus op naar de volgende ronde. Talk to me. What do you think it was that sealed the win for them? It's a heroic effort for any driver to race in conditions like these, and seeing them fight their way to the front was very special indeed. They were able to find all the grip, all the good lines, and had the confidence to get on the power to top it all off. That's what pushed them into first place here today. I'm thoroughly exhausted after the excitement of the race, but I'm sure it's nothing compared to our drivers here. They've worked hard to make it up there, and it's great to see them make their way out onto the podium. Nou, hier ben onze uitslag van de wedstrijd. Wij hebben het de rode prijs van Mexico. Tsunoda naar P2, Norris 3. Wij krijgen ook Drive of the Day. Max naar 4. Ocon naar 5. Piastri 6. En ja, twee uitvallers, Magnussen en Perez. Nog steeds leidend klassement. Max nog steeds op P2. We moeten wel de druk voelen van Lando Norris, denk ik. Brons, een prima race. Jammer van Max. Had meer ingezeten. Ook vanaf P5. Ah ja, had eigenlijk gewoon naar een podium moeten gaan. Dat is gewoon minstens het doel wat hij kan. Wat hij moet behalen in onze auto: een podium. Maar goed, helaas. Nee, niet weg dat ik hem. Ja, wel. Volgend seizoen ga kijken. Misschien is er een andere rijder. Maar ik denk dat ik gewoon bij Verstappen ga blijven. Dan moet dit maar volgend seizoen wat beter gaan doen. En zo niet, dan ben ik er wel een rap klaar mee. Mocht hij dat niet doen. Goed, van alle sponsoren de doelen behaald. $2,09 miljoen erbij gezet. Helaas hebben Max en ik schade gereden. Ik maar $750. En Max $10,000. Dat is minder. $18,48 miljoen erbij. Dus dat is goed om te zien. Daarvoor kunnen we het contract met Verstappen gaan openbreken tegen het einde van het seizoen. En nog misschien aan de faciliteiten iets gaan doen. Maar goed, dat is allemaal voor volgende aflevering. Ik ga deze video in ieder geval afronden, mensen. Ik hoop dat jij genoten van deze grote prijs. Heb je genoten, beloond dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de aflevering dan. En vertel me ook waarom je het leuk vond. Ben je trouwens nieuw op mijn gamekanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse My Team Carrera content. Elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. In december ook op de woensdagen een video. Ja, dus zet gewoon dat belletje aan. Zodat je geen enkele reden meer van mij mist. En volg me ook even op de sociale media. Mijn gebruikersnamen staan in de beschrijving. Dit was het journaal, mensen.
Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. We hebben met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer.